De high-tech campus in Eindhoven is booming. De hotspot voor innovatieve high-tech bedrijven groeit en groeit. Bedrijven staan te trappelen om zich te vestigen op de campus. En investeerders komen met miljoenen over de brug. Ja, 25.000 vierkante meter volgend jaar weer. Een investering van 35 miljoen. Ja, hoe komt dat zo? Ik denk dat het ecosysteem wat we hier met elkaar doen op die campus. Ja, dat heeft zich bewezen. En klein en groot die met elkaar samenwerken. En ja, je moet eigenlijk zo zijn als je hier naar die campus komt. En dan, dan gaat dat netwerk voor jou open. Van die 150 slimme andere bedrijven, 10.000 slimme mensen. En met elkaar weet je gewoon meer dan alleen. En steeds meer bedrijven willen daar deel van uitmaken. Volop nieuwe plannen voor 2017. Zoals deze kale vlakte van 12.000 vierkante meter. Waar grote techbedrijven eind dit jaar een hal en kantoor opleveren. Een plek waar niet alleen nieuwe innovaties worden bedacht, maar ook uitgetest. Daarnaast gaat dit gebouw over twee weken open, waar het Japanse Shimano met 200 medewerkers komt te zitten. Een bedrijf dat innovatieve fietscomponenten en vishengels maakt. En dan dit oude Philips-pand, dat een nieuwe bestemming heeft gekregen: Hightech XL Plaza heet het, waar zich in no time 15 start-ups hebben gevestigd. Wat zegt dat, dat al die start-ups hier zo graag willen zitten? Dat er hier een hele inspirerende omgeving is waar heel veel specialisme is en die specialisme heb je eigenlijk allemaal in stukjes nodig om tot nieuwe innovaties te komen. Die grote bedrijven zoals Philips, ASML en FIJ zitten hier in de regio, werken natuurlijk heel veel mensen met heel veel kennis en een aantal van die mensen beginnen weer met nieuwe dingen, maar door die grote bedrijven hebben we ook toegang tot heel veel kennis. En dat maakt het voor starters juist leuk om hier te komen en dat netwerk te uh, ontwikkelen. Om, om je start-up gewoon eerder in de markt te brengen en uiteindelijk met een beter product. De campus groeit gestaag na de 11.000 medewerkers. En binnenkort verwelkomt de slimste vierkante meter van Nederland zijn 150ste bedrijf. Veel nieuwe bedrijven staan in de rij. In het verleden moesten we meer zelf te boeren op. In het verleden hebben we ook wel eens wat meer nee moeten zeggen, maar tegenwoordig is die brand, het merk van de campus is bekend. Het is bekend waar wij voor staan en welke waarde deze plek kan toevoegen voor het succes van jouw bedrijf. En daarom is het, ja, staan die bedrijven, dat zijn jouw woorden te trappelen. Wij merken dat in media aandacht, wij merken dat in aandacht van bedrijven, dat wij internationaal steeds beter op de kaart komen. Mede dankzij de inspanningen, ook van een BOM, Brabants Ontwikkelmaatschappij, een Breempoort en de gemeente Eindhoven. Ik denk ook dat high-tech en hardware een oplossing is voor heel veel, heel veel oplossingen. En ook hier zijn we weer met Uzona, met Bambi, die met hele leuke nieuwe innovaties komen. En die innovaties heb je nodig om ook in de maatschappij door te ontwikkelen. En uiteindelijk geeft ons dat gezamenlijk een betere kwaliteit van leven, een betere invulling en ontwikkeling van de mensheid. Volgende maand opent dus het 150ste bedrijf op de high-tech campus de deuren. Het Franse-Amerikaanse concern Chassis Breaks.